Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Ja, ja, we zijn ergens diep in de bergen, ergens hoog in Laos. Laos is een land naast Thailand en we gaan vandaag een gibbon experience doen met ongeveer een groep van 12 man. En dat wordt super vet, want er gaan heel veel bijzondere dingen gebeuren vandaag. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien aan de titel en thumbnail. Ik overleef vandaag een dag in de hoogste bomen ter wereld. En dat doe ik met allemaal verschillende mensen, waaronder mijn grote vriend Richie. Oh ja, ik zei ook al, Richie. Oh ja, dat toch? Ik hoorde je niet, broeder. Fijn dat we zulke mooie dingen samen kunnen doen. Zeker. Laten we van de weg af gaan, dat is een beetje gevaarlijk. Ja, ja, zeker. Dit is trouwens een beetje de omgeving, hoe het er een beetje uitziet. En je ziet hier alvast allemaal mensen, zeg maar, die ook meedoen allemaal aan de trip. En het wordt echt een gruwelijke ervaring. Deze pet trouwens die ik op heb, is een safety, een veiligheidspet. Safety. Een safety. Zoals je ziet, de binnenkant super veilig. Die pet staat je wel fris, man. Oh, we krijgen ook meteen dit mee. Dit moeten we gaan. Oh, put on? Yes. Ja, we hebben de pet opgedaan. De pet is op en we hebben ook dit meegekregen. Met dit moeten we namelijk gaan ziplijnen. En ja, ziplijnen. Met ziplijnen bedoel ik wat te zeggen dat we echt gewoon honderden meters lang gaan ziplijnen. En er is zelfs een ziplijn tot wel 1000 meter of 1500 meter zelfs. Een paar kilometer misschien. Gewoon lang, lang. Gewoon naar de andere kant van de jungle, om het zo maar te zeggen. En we gaan ongeveer 10 ziplines pakken voordat we in de boomhut zijn. Want de boomhut is natuurlijk niet met een ladder te bereiken of klimmen of met een trap of noem het allemaal maar op. Dus we gaan het op onze eigen manier doen met de ziplines. Heel uniek dit. Dit zijn de mensen die hier een beetje wonen. Kijk. Hallo. Hallo. Ja man, zijn echt super vriendelijke mensen, maar echt mooi om te zien. Oké, okay, op het moment zijn we hier, Banaluang. En we gaan dus ongeveer 2 uurtjes lopen. We zijn gewoon hiken door de bergen, helemaal de berg beklimmen, lopend. Dan gaan we volgens telkens, die oranje strepen zijn ziplijnen. En dan gaan we weer lopen een paar minuten, dan gaan we weer ziplijnen, lopen, ziplijnen. En dat oranje is dus een ziplijn. En dat gaan we ongeveer 10 keer doen. En dan zijn we bij de treehouse. Er zijn 2 treehouses. De groepen worden verdeeld in 2 groepen. 8 mensen slapen hier, 10 mensen slapen hier. En het is op het moment ongeveer 10:30 ochtends. En we komen ongeveer om 4 uur middags aan. Dus het wordt nog een lange trip. We hebben handschoenen aangekregen. En we gaan nu de eerste zipline af. Ik ben echt benieuwd hoe ik dit ga doen tijdens het filmen. Ik zweer het. Laten we kijken hoe zij het doet, ja? Ik vind het niet zo. Ja man, ik ben ready. Dit is mijn brother. Dit is Taiwan. Ja? Taiwan, Taiwan. 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 Help me please. Ja, I help everything. And I have to hold this, right? Yeah, wait. All right. And then how do I stop? Do I have to brakes by myself if he say... When you stop, you don't make it. You have to grab this and turn around. Grab. Okay? When you stop. Oh, okay. Als ik het dus niet hou, mensen, moet ik gewoon zelf gaan trekken. Okay. Okay. Yeah. Ready? Yeah. This, no brake. And what happens if I lose this? No. Spin. Oh, spin? Yeah. Oh, I have to grab this? Yeah. Oh. Sit down, move your head. Sit down. Always sit. Yeah, move your head down. Wee yo, wee yo, wee yo. Hey yo, kijk dit. Hey, ik ga zijwaarts. Wee yo, over die rivier. Oh, de... Nee, ga ik het niet halen? Ah, bah, bah. What the? Ik had mijn handschoenen verkeerd om. Oh, alright, thank you. Ik moest gewoon mezelf terugtrekken gewoon. What the? Besef, ik had het einde gewoon niet gehaald. Ik moest gewoon zelf gewoon nog naar achter trekken. Kapot vet. Kijk wat voor pad we nu meteen al bewandelen, zeg maar. What the? En besef, nu gaan we dus ongeveer 1 tot 2 uur lopen. En dan komen we pas bij de eerste ziplijn terecht. Dus we gaan gewoon letterlijk hiken, kilometers maken, bewegen. Genoeg water gelukkig mee. We lopen nu een kleine 5 minuten. En ik zeg je eerlijk, ik begin al langzamerhand buiten adem te raken. Het is best wel zwaar man, als je dit 2 uur lang moet doen. Maar je hebt ook sommige stukjes zeg maar, waar je weer een beetje naar beneden loopt. Wat wel weer gewoon chill is, zoals dit. Wel echt vet man, waar we zijn. En niet te vergeten dat we op een gegeven moment gewoon wel veel hoger omhoog gaan. Omdat we uiteindelijk wel in de hoogste boom met moeten komen. Het ging er zo heftig aan toe. Ik heb gewoon mijn jas even uitgedaan man. Wat? Het is zo warm, benauwd. Je loopt zeg maar de hele tijd omhoog en krijgt super veel dorst. Richie, hoe gaat het bij jou? Ja. Ik kan niet echt praten, man. Goed. Het is echt even een stukje omhoog, even doorbijten. Het is echt doorbijten, maar ja. Als je hoort dat dit 2 uur gaat duren, broer, is niks vergeleken met je plaatselijke sportschool, man. Zo, hoeveel calorieën wij hier gaan verbranden? Dat wil ik niet eens weten, wacht, ik sowieso man. 3 borden aan eten.
jullie zien het waarschijnlijk aan mijn gezicht. Ik ben kapot. Besef tot de ziplijn is nog anderhalf uur. Bro, ik heb nog nooit zo erg gezweet. Dit is letterlijk een once in a lifetime. En vaker doe ik het niet. Ik ben wel even blij met deze break. Hoor dit. Het ziet er een beetje zo uit. Je ziet iedereen hier zitten. Zelfs, kijk daar. Je ziet zelfs de host. Hij heeft het gewoon warm. Kijk, hij heeft ook veel zweet. En je moet niet vergeten, hij doet dit elke dag. Tenminste, bijna elke dag. Ik ga trouwens de mosquito repellent op mijn arm zetten. Voordat ik weer word gebeten. Ik ben een paar dagen terug gebeten. Misschien zien jullie het goed. Hier op mijn elleboog. Zo'n bobbel. Mag niet weer gebeuren. We zijn weer dus aan het lopen. Oh, dear. Everything good? Yes, yes, yes. I'm a little bit tired. Same. Oké, okay, I'm not the only one. Gelukkig ben ik niet de enige. He has also the food with us. Perfect. Lunch. Hij heeft dus ook het lunch mee. Of het de lunch. Met allemaal broodjes. Ook vegetarische broodjes. Maar ook broodjes met kip voor mensen die dat zouden willen. Wat een strijder dat hij dat ook gewoon meeneemt. Breekpunt nummer 2 is bereikt. Ik heb mijn tas even afgedaan. Je ziet aan mijn voorhoofd. Je ziet aderen lopen. Ik zweet erg, man. Kijk. Goed. Nice, 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 nice. Oh, orange. Nice, nice, nice. Oh, you give me this one? Thank you, brother. Thank you. Graag gedaan. How can you say that? Do you know more Dutch words? Many. Can you say some Dutch words? Dat word? Ja, yeah, Dutch words. Nederlands words. Thank you well. Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. Gaan met die banaan. Gaan met die banaan. Yes. Hey. Legend. Lekker ding. Wow. Wait, what did you say? Lekker ding. Lekker koentje. Hey yo! Nee! Hey, ik kan jullie beloven, ik heb hem dit niet geleerd, man. Oké, we hebben de laatste stop. Dan hebben we nog 10 minuten voordat we naar de eerste ziplijn gaan. En ik heb lekker een broodje gekregen, een vegetarisch broodje. Hier zit omelet in, wat groentes. Heerlijk, we gaan even genieten. En dit is het uitzicht. Kijk het broodje. Wat een uitzicht. Hou op met mama. We zijn aangekomen bij de ziplijn. Oh, dee! Nee, je maakt grapjes met mij. You're joking with me. Wat? Nee. It goes to the other... How safe do you guys feel having your phones in your... Dit is kapot eng. What? Mensen, kijk. Het is 390 meter lang. En het is 1280 meter hoog. Feet. Hou op met me. Kapot vet. Bro, als je hier valt, kan je Libby vergeten. Anders, say hi to the camera. What's up, lads? Anders, you know, you are from Denmark, right? I'm from Denmark, that's right. You know, if you fall there, it's done. It's bye-bye. It's bye-bye. That's not good. Let's hope we don't fall, right? Are you scared? I'm not scared. Are you scared? A little bit. De eerste guy. De gids, hij gaat al. Oh, die. Kijk hoe hoog hij zweeft. Wow. Ik zie het einde niet eens. Ja, man. Richie gaat als eerste. Richie, super veel succes, man. Succes. Dank u wel. Nee, nee, zeker niet. Ja, hij gaat al. He's going too slow. Shit. Taiwan, it's my turn. Do you think I will survive it? Maybe. Maybe, oh hell no. Hij maakt me voor niks bang. Oh, we gaan. Yo, 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 yo. Ik vind het wel eng. Hij zet me nu helemaal vast. Ja? Yeah? You have to go fast. Yes. Alright, sir. This is safe. It's magnetic. Alright, and I have to hold this. Yeah. And I have to watch there. Yeah. Right. And my body also. Yeah. Or my body so. Like, body so. Yeah. And this is the brake. No brake, this one. Alright, bismillah. And what now if I let it go, my hand? What a problem? Spin. Spin. Oh, alright. Move your head. Sit down. I'm sir. Sit down. Oh, sit down. Head down. Move your head. Move your head. Wow, yo! Ik vind het kapot eng. Wat? Ik besef het niet. En ik zit vast. Ben je goed, bro? Nee, ik spin ineens. En mijn camera, what the fuck? Ik leef nog. Hoor dit? Zoals jullie zagen ging het niet zo goed bij mij. Ik begon bijna te spinnen, zeg maar. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk, man, terwijl de anderen allemaal aan het genieten zijn.
Oh, en zo meteen komt er over een minuut lopen, is de langste ziplijn. Even serieus, heb ik daar echt zin in? Ik heb niet zo net genoten van het uitzicht, terwijl het uitzicht echt gruwelijk is. We zijn aangekomen, kijk. 570 meter, dat is bijna 2 kilometer in de lucht, toch? 40 kilometer, toch? Dit is toch 2 kilometer? Dit is eigenlijk kilometer. Oh. Ik besef nu pas, de feet is niet de hoogte, maar de lengte, dat weet ik dan nu ook. Ik heb net dus die langste ziplijn gedaan. Ik zeg je eerlijk, sorry. Ik durfde niet te filmen, man. Het spijt me. Sorry, Taiwan. I didn't film de ziplijn. Oh. I was scared. I filmed for you. And yeah. Oh. Yeah, do you want to film for me? Yeah. All right. Maybe we go together. Together? Yeah. All right, I can also give you my mic and then can you talk to my viewers. Okay. Yeah? Thank you. Then when you're on the zipline, you can talk with the camera. Okay, thank you well. Dank je wel, zegt hij. Taiwan, yeah. This one I'm going to film. Deze ga ik filmen. Yeah. All right. En deze gaat snel. Ja. Yeah. Zie ik, hoor je. Okay. And then like... No, sit first. Yeah? Head down. Head down? First leg. No, move your head, like lean back. Yeah. And cross knees up. Yeah. Ja man, we gaan! Let's go! Genieten! Voor de, kijk dit! Voor de! Nee joh! Kijk, deze vind ik leuk! Kijk, deze vind ik leuk! This one was great, sir! Say to the followers! Good! Good job. This was not good. I like this one. The long one, scary, eng. Scary, eng. Zeg, deze is eng. Eng. See. Kijk, deze vond ik leuk. Dit was een goeie. Gewoon lekker kort. Wacht nou eens even. Gaan we deze gewoon zelf doen? Ja. Dat deed je niet. Ja. Geen begeleiding? Nee, ik word ook niet opgepakt. Nee. Nee. Kan ik niet wachten op mijn guide? Nou, de guide is er dus niet. Joost gaat me even helpen. Nieuwe guide. De nieuwe guide. Ja, als je me even kan helpen met dit erop krijgen. Oké. Okay. Oké. Okay. Moet deze ervoor of daarachter? Terug achter, hè? Ik wil gaan. Nu zit hij vast. Dit is echt spannend, man. 100%? Ja. Daar gaan we dan. Joost, gewoon bij mezelf. Oh, geen aanloop, hè? Ik wil aanloop nemen. Oh! Ja, man! Kijk dit! Nee, joh! Kapot vet! Gang! Oh, hell no. Ik moet voor mezelf trekken, joh. Door naar de volgende ziplijn. En dit keer gaat mijn broeder Taiwan met mij mee. We go together. Ja. Woehoe! En... Woehoe! En... Oh no, no! Oh yes! Let's go! Bro, dit is echt hard! Hoi, dit Taiwan, we did it! Yes! We did it! Woehoe! We hebben zojuist onderhand alweer de laatste ziplijn gedaan. Ziplijn nummer 9. We moeten ziplijn nummer 10 nog naar de treehouse. Dus naar de boomhut. Maar daar zijn we bijna. We gaan eerst alleen de boomhut even checken. Hoe die eruit ziet van een afstandje. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, zoals jullie zien, kijk daar in de verte, is de eerste boomhut. En die behaal je natuurlijk ook gewoon alleen met een ziplijn. Ziet er niet normaal uit. Maar we hebben niet deze boomhut, we hebben een andere boomhut. We hebben boomhut nummer 2. Die is ook een stuk groter, want daar kunnen 10 man in. En in die andere kunnen maar 8 man in. En daar lopen we nu naartoe, die is blijkbaar in de buurt. En die is dan echt de beste boomhut hier in het gebied. If you could say one thing to the world, what would you say? Stop filming me? Oh. He makes jokes, I know him. Ja, we zijn aangekomen. Maar je ziet hem alleen niet. Kijk, het is zo ver. Maar het komt goed. Taiwan, we are going. Ja, daar is het huis, man. Ja, man, onderweg. Wow! Wow!
Dit was kapot eng. Ja, we zijn dus aangekomen, man. In de treehouse. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Schoenen zijn uitgedaan. En we gaan nu omhoog. Ja, man. Kijk hoe de boom er hier uitziet. Meerdere verdiepingen. En dit is het uitzicht wat je dan krijgt. Absurd. Niet normaal. En als je omlaag kijkt, kijk hoe hoog we zijn. Dat is toch niet goed? Mijn haar is even plat, zoals jullie zien. We zijn aangekomen. We zijn aangekomen. Het uitzicht is niet normaal, man. Even serieus. Jullie moeten even beseffen waar ik ben, man. Dat is niet normaal. En er zijn verschillende bedden. Zoals je ziet, het staat uit meerdere boomstammen, man. Meerdere verdiepingen. En dit zijn een beetje de plekken waar we gaan slapen. Ik heb al vernomen dat het niet luxe is. Niet lekker slapen. Maar geloof mij, ik vermaak me wel hier. Ik kan wel slapen. Alle matrassen hier, alle dekens. En ik vraag me eigenlijk af hoe je naar boven gaat nu. Volgens mij is er ergens een trap, toch? Kijk, hier is gewoon een trap. Ik ga even op de trap zitten en ik zie hier iets. Please be careful when using anything with fire. Nou, dat komt wel goed, denk ik. These can burn down the treehouse. Use the necessary ashtray. Candles are forbidden. Hier heb je nog een soortige keuken. Best wel gek. Hoe krijg je een keuken hier in de boomhut? Het feit ook dat dit gewoon de hoogste bomen ter wereld is. We zijn gewoon in Laos. Laos. Hoe kom ik op dit land überhaupt? Even serieus. Het is gewoon een land naast Thailand. Thailand kent iedereen wel een beetje. Mijn haar is trouwens plat door die helm. Let daar niet op. Besef, er is nog een verdieping. Kijk dit. Ik ben al een trap op geweest. Nu ga ik nog een trap op. Hier heb je wat slaapruimtes. Ik hoor net ook dat er gewoon een douche is. Er is dus één shower. En als je gaat douchen heb je gewoon uitzicht, besef. Wij gaan zo meteen gewoon lekker gezellig avond eten. We gaan wat kaartspellen spelen. We gaan gewoon genieten van de avond. We hebben namelijk geen internet. Nu, ik ben gewoon niet bereikbaar. Voelt wel raar. Gewoon zo voor familie, zo vrienden. Zo even een dingetje, maar is zo voorbij, is zo voorbij. Niet huilen, broski. Mijn broeder Richie, hij ligt daar ook. Be happy, man. Wat wil je zeggen Have tegen fun. Die mensen dan? Want ze horen je gewoon door die zender. Oh ja, mensen, luister. Kijk even waar we zijn. Ga niet van het leven. Wees dankbaar. En ja, man, leef gewoon. Zeker, man. Be happy. Wat vond je van het avontuur hier helemaal naar boven? Ik vond het wel leuk, hoor. Aan het begin was het een beetje een struggle. Bro, het begin was zwaar, hè, dat lopen. Maar op een gegeven moment kom je ook aan de praat en dan ga je lekker... Het was wel echt gezellig. Het was wel echt leuk, man. Ik wil nog één ding zeggen. Ik ben blij dat ik dit met mijn gebroeder Mohammed kan doen. Zeker, man. Love. Mooie dingen. Echt een ervaring, man. Dat begin met dat lopen was zo zwaar. Het was niet normaal, man. Even serieus. Voor de mensen die deze video dus ook zien, ik wil jullie graag vragen om mij toe te voegen op Snapchat. Staat hieronder. Voeg me gewoon toe. Hetzelfde username als YouTube. Chatmo. Dat zou ik gewoon waarderen als je dat kan doen. Ik hou voor jullie, man. Nou, wij gaan gewoon even wat genieten. Slapen misschien even. We zijn bij de douche aangekomen. En check dit. Dit is even... Hey, je ziet mij. Dit is even een wasbak die we hebben. En hier komt het dan. Het toilet. En de douche. En dan heb je een uitzicht. Daar zeg je u tegen. Niet normaal, man. Ik zeg je eerlijk. Dit douchen was lekker. Na een hele dag lopen. Zo'n zweetgevoel krijgen. Plakkerig gevoel. Hoe het water eruit komt. Je doet het via dit. En bam. Maar ik moet wel zeggen. Het is echt koud water. Maar aan de andere kant is dat wel lekker. Maar in de ochtend of laat in de avond moet je het niet doen. Want het wordt steeds kouder. Lekker nu omkleden. En we gaan wat eten. Kijk, ons bed wordt opgemaakt, jongens. Hier gaan we slapen. Nog een ding, zodat we niet worden gebeten. Dat is perfect. Zie, de zon gaat ieder moment naar onder. Wat een uitzicht. Donker. Het is onderhand denk ik een uurtje of... Het valt eigenlijk wel mee hoe diep het in de avond is. Het is 9 uur denk ik. Van 6 uur was het al donker. We hebben 2... Nou ja, we hebben 6 uur gegeten tot 7 uur zo. We hebben van 7 tot 9 in de avond hebben we spelletjes lopen spelen met z'n allen. En dat gebeurde allemaal daar. We hebben een soortige woonkamer daar gecreëerd waar we met z'n allen dat gewoon hebben gespeeld. En zoals jullie zien, hier is ons bed dan opgebouwd. 2 kussens. En hier gaan we dan slapen. En er waren allemaal gekke verhalen over dat je je eten en zo moet wegleggen. Niet in je eigen tas moet laten. Want anders komen de ratten, muizen en zo gewoon die bomen inklimmen. Dus het is wel gek eigenlijk dat zulke dieren gewoon zo hoog in de bomen kunnen komen. 150 meter. That's crazy, dog. Maar het was in ieder geval heel gezellig. We gaan denk ik zo al slapen. Want we gaan rond 6 uur 's ochtends alweer gewoon ziplijnen. Omdat we dan met zonsopgang hebben een mooi uitzicht. Dus dat wordt nog leuk. Goedemorgen. We zijn wakker. We zijn wakker. Hoe die? Even serieus, het is 7 uur 's ochtends. Wat een rust, echt niet normaal. Kijk dit. Wat
een uitzicht. Aan de andere kant is het nog veel mooier. Yeah. Anders. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. How are you? Perfect. I'm also good. I'm fine. Oké, mensen. Er was dus blijkbaar gisteren hier in de boomhut een rat. Een muis. Of ik weet niet wat het is. Maar we gaan even die beelden kijken. Dit was last night. No, that's the last week. What is that? That's a rat. That was today. Ah, this is the rat? And then the other one. Oh. You are hungry. Oh my god. Nee. It has a very long tail. Claudia. Hello, good morning. You are scared of rats? No, I love rats. No, I'm scared. I am scared about mosquitoes, actually. Oh, mosquitoes, yeah. Mosquito cockroach. I've bitten 2 times. Yeah, and how do you feel? A lot of poison in your body? No, no. Not too much. Really? Otherwise, I will be sick. Oh! Woo, this is big. What is this? Tarantula. Whoa! It's a big, huh? So big monster. Alles crazy. Die grote spin en die rat. Ja man, wat een ervaring om hier te hebben geslapen. Gelukkig heb ik daar geen last van gehad. Ik sliep gewoon lekker onder zo'n ding. Dus ik had er gewoon echt geen last van. Ik hoorde wel van Richie dat hij wel gewoon ratten hoorde en dat soort dingen. Ik had er gelukkig gewoon echt geen last van. We gaan nu gewoon weer even een rondje ziplijnen. Hier in de ochtend. We gaan gewoon een beetje het uitzicht checken. Gewoon echt een rondje gaan we ziplijnen. Dan komen we terug. En dan pakken we onze spullen. En dan gaan we daadwerkelijk echt helemaal terug naar beneden. Ik denk dat ik dan wel echt genoeg heb laten zien in deze video. Wat een ervaring. De Gibbon Experience in Laos. Ik hoop dat ik jullie er goed in heb meegenomen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik probeer echt goede content voor jullie te maken. Ik ben echt 9000 kilometer van Nederland verwijderd. Ik wil even zeggen dat ik van jullie hou. Volg me toe op Snapchat voor meer van dit soort content. Chatmo staat hier beneden. En vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En ik zie je misschien bij een nieuwe video, man. Was een goede ervaring. Hou van jullie. Ciao, ciao.